Ja, minder volgens mij heb ik de indruk. En het brengt minder op. De prijzen zijn omlaag, maar voor de rest nog wel interesse, denk ik. Ik ben gewoon particulier en verzamelaar. Dus ik heb een heel ander beroep. En mijn beroep is psycholoog. Dus, maar dit is gewoon mijn hobby en dat doe ik erbij af en toe in het weekend. Dus we vinden in jouw stand veel boeken over psychologie? Ja, er staan er wel aardig wat tussen, ja. Oude studieboeken en zo. Ja. Kom je hier altijd naar Bredevoort? Nou, ik denk 2-3 keer per jaar of zo. En, ik heb geen boekhandel, dus ik mag een deel van de boekenmarkten mag ik dan niet meedoen. Want dat is voor de handelaren bedoeld. En dit is vandaag voor de particulieren, dus daar mag iedereen aan meedoen. Carola, allemaal boeken over scheepvaart. Is dat je interesse? Nee, het is niet mijn persoonlijke interesse, maar we hebben de hele verzameling eigenlijk via een erfenis verkregen. En we proberen nu een goed nieuw thuis te vinden voor alle boeken. Ben je er al lang mee bezig om deze erfenis te gelden te maken? Ik denk nu een jaar ongeveer. En er zijn weinig boekenmarkten voor particulieren. Heel veel voor handelaren. Ik sta ook wel eens op andere markten, maar ja, er zijn meestal markten gecombineerd met rommelmarkten en dan heb je toch niet het juiste publiek. Het zijn allemaal boeken over de scheepvaart. Waar komt het vandaan? Ja, diegene hield heel erg van scheepvaart en echt alle aspecten. Niet alleen oude boeken, maar ook nieuwe boeken, technische boeken, zeilschepen, passagiersschepen, nou ja. Heel veel van de Holland-Amerika-lijn, dus ja. Stel je nou voor dat je met een heleboel overblijft, wat dan? Ja, dan op een gegeven moment dan breng ik het toch wel ergens naartoe waarschijnlijk. Maar voorlopig proberen we het nog zo aan de man te slijten. Jan, je staat hier al sinds 1994. Inderdaad, ja. De tweede markt was dat. Het loopt terug, moet ik zeggen. Ik denk dat een jaar of 8 geleden de klad erin kwam. Maar toen wij hier de eerste jaren stonden, toen was werkelijk dit hele plein vol. Aan de andere kant van de school stonden kramen. Dat hele weggetje daar stond vol. Auto's stonden op speciale weilanden. Dat is allemaal teruggelopen. Ja, dat is waarschijnlijk toch veroorzaakt door de verkoop via internet. En het feit dat veel kerken, sportverenigingen, noem maar op, boekenmarkten organiseren. Ja, dat maakt de spoeling erg dun. Nou, heb je daar een boek met een hele tekst erop. Wat is het verhaal daarachter? Dat gaat om het volgende. 2 jaar geleden hebben wij hier op deze kraam een set boeken verkocht. En dat was een serie waar 1 ontbrak. Een serie van hoeveel? Van 10 boeken over filosofen. Het was een serie van de Volkskrant, meen ik. En dat ene deel wat ontbrak, dat las mijn vader op dat moment. En na het overlijden van mijn vader is dat boek alsnog hier bij ons in de winkel gekomen. Of de winkel, op het kraampje. En we hopen dat degene die 2 jaar geleden dat kocht, dat hij zich nu meldt. Dan krijgt hij dat ene deel er nog bij, dan heeft hij het compleet. Geen idee waar de koper vandaan komt? Nee, geen enkel idee. Nee, geen enkel idee. Mogelijk dat deze uitzending bijdraagt. En dan moet hij zich maar bij de omroep melden.